Dag dames en heren. Vandaag is een hele rustige dag. Het is zwaar bewolkt. Het is mooi weer, het is niet al te koud. En je hoort hier dat het hier ook heel erg rustig is. Het is hier een rust, zeg maar, deze middag. En ik ben hier vandaag ook beland in het Zwijnenveldschat in Kolham. Op de weg van Kolham naar Woudbloem. En dan ook weer terug natuurlijk. En ik ben hier beland bij een bosje bij het water. Ik ben wel eens vaker geweest natuurlijk. Een stukje verder weg, maar nu zijn we weer in een andere plek, anders is het een beetje saai natuurlijk. Ik zit hier op een hele mooie boom staan, zoals jullie kunnen zien. Ik ga er even af en ik zie allerlei verschillende bepaalde tekens. Ik weet niet precies wat het is, maar dingen dat vroeger door een architect of een kunstenaar is gemaakt, zeg maar, ze dan die boomstaan hebben overgenomen, zeg maar. Van een normale boomstaan, die van een boom, zeg maar. En hier heb je ook, je kunt ook wel zien hier het meertje, zeg maar, als het dan mooi weer is. Dan komt de jeugd en ook wel, natuurlijk wat de ouderen en zo, alles van alles wat hier lekker meer zitten en lekker erin zwemmen en zo. Het is niet zo groot als Meerwijk bijvoorbeeld, maar je kan er wel mooi met elkaar hier met een handdoek op de grond zitten. En voor de vikkiestokels zoals je hier ziet, hebben dat hier ook gedaan. En dat blijft dan natuurlijk gewoon nog zitten. Hier heb je een vestvliegen. Het is augustus geweest natuurlijk, dus dat betekent ook weer dat de wespenseizoen weer begonnen is. Het bijseizoen is weer afgelopen. Als jullie misschien de krant hebben gelezen, dat er soms ook ziekte heerst, bijenziekte. Dat er zeg maar bijen doodgaat, dat er geen honing kan worden gemaakt. Ja, is niet anders. Ik sta hier bij het bord van Zwijnenveldschat. Daar staat ook wel op, als er iets met het zwemwater aan de hand is, wordt het hier vermeld. En dan wordt er zeg maar zo'n bord ingeschoven met een rood of een groen bord. Of wat dan ook wat gevaarlijk is, zeg maar, en dat soort dingen. En zo gaat dat. En hier zit ook op wat je wel en niet mag doen en legende erbij. Nou ja, precies zoals ik al aangegeven. En heb je hier ook mooie bloemen en zo. De bomen worden dan weer een beetje geel. Je weet dat weer de meteorologische herfst is begonnen. Het is september natuurlijk, de meteorologische herfst is begonnen. De astronomische herfst moet nog beginnen. Dat is de astronomische herfst, dat betekent 21 september, dat voor ons herfst is. Maar je ziet ook al aan de bomen, het is al een beetje beginnen te verkleuren en zo. Allerlei mooie kleurtjes. Levert natuurlijk een mooie beelden op en daar kunnen wij natuurlijk weer gebruik van gaan maken natuurlijk aan jullie te laten zien. Hier heb je nog vlinderkruid hier zo, een paarse. Deze, heel erg mooi. Deze, hier zitten van die kleine dingetjes hier waar de insecten bestuiven, zeg maar, dat soort dingen. Ja. Dan lopen we even wat verder natuurlijk. Maar dat is even goed. Hier in het water ook nog wat groen al zitten. Dat spul, daar raak ik niet aan natuurlijk. Maar dat is giftig. Omdat het water warm is, noemen we het ook wel blauwe alg soms. Als het echt te warm wordt, wordt het blauwe alg. En dan kun je ziek van worden. Dan kun je bijvoorbeeld eczeem van krijgen. Of je kan diarree krijgen. Of noem maar op. Je kan het zelf wel opnoemen natuurlijk. Doe ook denk aan een gedicht. Dat is heel mooi, een soort rijmsel. Als het meer en het water rustig is, is de rust niet wedergekeerd is. Ik bedoel, is de rust, dat betekent dat de rust niet tegen, dus als het meer en het water stil is, dat de rust niet wedergekeerd is. Oh, even verder. Ik heb nog allerlei mooie dingetjes. Zo. We zijn hier zo beland aan de andere kant van het hek. En hier heb je nog eikenbomen hier zo. Ja, zo. Beter, dat is hele mooi. Het is nu herfst, ja, dus nu beginnen zij die dingen te groeien. Dus je gaat zoeken op de grond zien en zo, dat soort dingen. Hier heb je een bospaadje waar je kan fietsen en dat soort zaken. Ja. Ik kom hier, als je die kant op gaat, ga je richting een Woudbloem en zo. Dan heb je daar het landschap, wat echt in Groningen, echt is zo'n boerenland, zeg maar. Dat soort zaken. Ja, er wordt altijd, kan ik er heel wat over vertellen natuurlijk. En is er ook heel veel te vertellen over de natuur. Hier heb je van die kleine zeg maar, boompjes. Heel erg mooi. Ik kan hier ook mooi, het is een heel groot bos hoor. Er lopen ook allerlei wild rond en allerlei beesten en zo en dat soort zaken. Die je niet mag voederen, niet mag storen en dat soort dingen. Als ze bijvoorbeeld in een soort van papa al het seizoen zitten. Dat soort dingen. Ja. Helemaal goed jongens. Heb je hier ook wel eens een stukje waar we wel eens eerder zijn geweest.
voor, ja, het ook weer allemaal verkleurd en alles. Wat. En hier kan je die kant op, kan je weer eruit, zeg maar. Dan kom je nog een stukje verder en dan kom je aan de andere kant van Kohan weer uit, richting Vrombos, waar aardbevingen worden gemeld de laatste tijd. En natuurlijk de bramen natuurlijk, zoals jullie hier zien. Je ziet hier rode bramen en ook een paar van die paars. Maar als ze rood zijn, zijn ze nog niet rijp, maar groen ook nog niet. En de paars wel, eerst worden ze groen, dan worden ze rood en dan worden ze paars. Oké. Volg me natuurlijk ook eventjes op Facebook, via het Facebook-icoontje op mijn YouTube-pagina. En abonneer me natuurlijk ook even via de abonneerknop. Ik zit alweer over de 400 abonnees. Hartstikke bedankt daarvoor. En blijf abonneren, want dan volg je mij en krijg je veel meer te zien. Oké. Nou, hier hebben we dit een paard lopen, daar zou je jullie kunnen zien. Het is heel rustig, dus ik ga nog even van de rust genieten, jongens. En ik wens jullie een fijne dag. Tot de volgende keer. Dag, hè.